Welkom op mijn kanaal. After Effects zou After Effects niet zijn als het niet makkelijk was om objecten mee te laten bewegen met je onderwerp. Dat is wat we gaan doen. Laten we maar eens gaan kijken hoe dat werkt. In After Effects vind ik het altijd het makkelijkst om gewoon het materiaal naar het projectvenster te slepen. Er zijn verschillende manieren. Je kan met je rechtermuis op klikken en kiezen Make Composition. Hierna zet After Effects het materiaal in de tijdlijn. We halen wat materiaal weg wat we niet nodig hebben door de cursor op de juiste plek in de tijdlijn te zetten en naar Edit Split Layer te gaan bovenin het menu. Het deel wat we kwijt willen wordt geselecteerd en op Delete gedrukt. Ook het laatste stuk van de film gaan we niet gebruiken. Hier doen wij hetzelfde. Cursor op de juiste plaats, naar het Edit menu, kiezen voor Split Layer en daarna de laag selecteren die we kwijt willen en op Delete drukken. Nu blijft het materiaal over wat we gaan gebruiken. Om een object met je onderwerp mee te laten bewegen, hebben we data nodig. Dit doen we als volgt. We maken eerst een nieuwe laag. Make new null object. Dit object zie je niet, maar kunnen we gebruiken om data in te stoppen. We kiezen de film en gaan naar de tracker window en kiezen voor track motion. We krijgen dan een soortgelijk vierkant. Dat is een trackerpunt. We maken hem iets groter en plaatsen hem in dit geval boven de mast van het schip. Daarna drukken we op play. Eerst kijken we nog even of de target inderdaad het nul object is. Dat is correct en drukken op play. Hierna zul je zien dat After Effects alles voor je doet en overneemt. De mast wordt gevolgd en al de data wordt opgeslagen. En met deze data kunnen we elk object mee laten bewegen. In dit geval maken we een tekstlaag aan. Ook niet te vergeten nog even op Apply te drukken, anders is de data allemaal verloren. Kunnen we opnieuw beginnen. We maken een nieuwe laag aan, een tekstlaag. In dit geval een soort van logo, maar het kan van alles zijn. Zoals je in het begin hebt gezien. We maken hem iets kleiner. En deze laag met deze tekst koppelen we gewoon en simpel aan de nullaag. Hierna is alle bewegingsdata gekoppeld aan het logo. Zo simpel is het. Stay tuned for more.